I'm Vladimir, and my question is what you do today in the park in Steenbergen? Well, this is with the children though, yeah? Yeah. We are members from Group 617. Yes. From England and Wales. And there is a connection to the group from 617, the Dambusters. Steenbergen is where the officer commanding the Dambusters, Wing Commander Guy Gibson, is laid to rest. And we feel an obligation to educate the young children of today. So we provide a Dambuster tribute presentation out of gratitude for what those brave men did for us and for freedom back in the 1940 World War II. It is an honour and a privilege for us to come to Steenbergen. We have fantastic people who work with us to provide this for the Dutch people, and also to say thank you, huge thank you to the Dutch people for keeping our airmen's light shining bright in Europe. Thank you. Thank you, man. Thank you. And your name was? Russ Keitley. And you living in? I live in South Wales, in a seaside town, a beautiful seaside town, Barry. And in fact, a member from my hometown went on the Dambuster raid and was unfortunately killed very close to here. All right. So there's also a little bit of personal thanks there that we make as well. Mocht je voor u? Ja, u bent met de kinderen vandaag hier naartoe gekomen? Klopt. En wat gaan we doen? Wij gaan stilstaan bij het monument van Gibson en Warwick. En wij gaan met onze groep 8 van de Gemare School in Steenbergen. Gaan wij stilstaan bij oorlog, stilstaan bij vrijheid. En omdat het vandaag op de kop af 73 jaar geleden is dat het vliegtuig hier in Steenbergen op de industrieterrein neerstortte, is vandaag het goede moment om dat te doen. We hebben het oorlogsmonument geadopteerd. De school. De school heeft het geadopteerd. Voor ons had de Pius 10 op de Welberg altijd het monument onder hun hoede. Zij hebben nu de klok in de Canadezenweg geadopteerd. En wij vonden het een goede gelegenheid om over te nemen, om zodoende stil te staan bij de gebeurtenissen die er plaatsgevonden hebben. En de toekomst om vrijheid te bewaren. U treft het vandaag wel met zonnetje. We hebben geluk, ja. Anders had ik er niet geweest. Nou, in ieder geval, met wie hadden we het genoegen? Met Wietse Visser. Jij vandaag bij het monument. Vinden jullie dat leuk? Ja. Hebben jullie er iets van opgestoken? Ja, zeker. Ja. En wat hebben jullie er dan van opgestoken? Een mooie rep gemaakt. En wie is er in Steenbergen dan met het vliegtuig neergeschoten? Guy Gibson en Warwick. Welkom jongens en meisjes. Welcome to the 617 group. Very nice that you're here, and we are really proud that you take the effort to come all the way to Holland. We're just talking to each other and we're both very happy. Zijn jullie al Engels? Ja. Zou ik het in het Engels doen dan? Nee. Dat nee. Ja, niet. Huh? Niet. Oké. Nou, fijn dat jullie er zijn en fijn dat ik er ook mag zijn. En ik vind het in ieder geval zo belangrijk dat ik vandaag ook de ambtsketen heb omgedaan. We twijfelden nog even, maar ze zeiden wel uitgericht dat de kinderen de moeite nemen om te komen. En ik mag wel komen, dan gaan we gewoon de ambtsketen omdoen. Maar goed, daar gaat het niet om vandaag. Ik heb een vraagje aan jullie. Wie kent het verhaal van Soldaat van Oranje? Van Erik Hazelhoff-Hoelsema. Kennen jullie dat? Ken je de film? Ja, Soldaat van Oranje? Ja. Prima. Nou, misschien hebben jullie de film wel eens gezien, of misschien wel de musical. Ja, weet je het niet? Ja? Mijn ouders hebben hem gezien. Die hebben hem gezien? Ja. Nou, de volgende keer moet je echt graag meemaken. Want het is een hele mooie musical en je leert er heel veel van. Soldaat van Oranje is dan ook een beetje onze nationale held door zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in Engeland kennen ze ook zo'n grote held. En dat is Guy Gibson. De vliegenier die hier in Steenbergen is, vandaag, precies 73 jaar geleden, neerstortte en begraven is op Sint Nassau. Nou, als je het verhaal van Guy Gibson opzoekt op internet, dan lees je dat bijna ongeveer hetzelfde als een script voor een film. Niet voor niets werd daarom
in de jaren 50, dat is al heel lang geleden, vorige eeuw, een film gemaakt. En wordt er gewerkt nu, op dit moment, aan een nieuwe film over Kay Gibson. Ja, en Kay Gibson die wilde eigenlijk niets liever dan piloot zijn. En hij kwam dan ook in actie in een gloednieuw vliegtuig, een Mastrioto. Ik denk dat jullie dat op school al meegekregen hebben. Een jachtbommenwerper. Mosquito, ja. Mosquito. Ja, je hebt gelijk. Mosquito. Wees verkeerd. Met naast hem de navigator, de man die zeg maar de koers uitzet, James Wallace. Die wel samen, heel vaak, samen met Kay Gibson, altijd in het vliegtuig vloog. En op dinsdag 19 september 1944, 73 jaar geleden, kwamen ze teruggevlogen van een bombardement boven Duitsland. Zoals je weet, we waren in oorlog met Duitsland. Vanuit Engeland vlogen ze over Nederland om Duitsland te bombarderen. In de buurt van de plaats Kilterijen kwamen ze helaas in het vizier van een Britse Lancaster. De boordschutter daarvan denkt dat het een Duitse bommenwerper is. Want een Duitse bommenwerper die lijkt heel erg veel op een Mosquito. En hij vuurt 600 kogels af. Maar hij raakt dus per ongeluk het toestel van Gibson en Wallace. Die in brand vliegt. En s'avonds om 10:45 weerstort hier in de polder net buiten Steenbergen, waar nu het industrieterrein Rijnierpolder 1 is, stort hij neer. Gibson en Warwick komen beide om op het leven. En werden begraven, zoals ik net al zei, hier op de Nassaulaan op de begraafplaats. Kay Gibson was 26 jaar, niet zo oud hè. En Jim was 23 jaar. Ze gaven ons het leven, hun leven, voor onze vrijheid, als we hier vandaag staan. Zodat wij in vrede kunnen leven, zoals wij dat nu vandaag ook gewend zijn. Leven in vrijheid is misschien dan ook wel het belangrijkste voor ons allemaal. Ik hoop dat we dat allemaal blijven realiseren. En het feit dat jullie hier vandaag zijn, dat jullie hier aandacht aan besteden op school, geeft mij dan ook een tevreden gevoel. Dat we daar altijd bij stil blijven staan. Dat jullie ook leren dat vrijheid niet iets vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld, jullie kunnen allemaal het nieuws zien, wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Waar kinderen in Syrië niet zomaar kunnen spelen of naar school kunnen gaan. Of met elkaar in het park een mooi evenement bij gaan wonen. We kunnen dat niet. Dat heeft alles te maken dat daar op dit moment niet die vrijheid is. Die wij hier wel kennen en die we eigenlijk vanzelfsprekend zien. Goed dat jullie daar hier bij elkaar zijn, hier in het park, bij het door jullie school geadopteerde propellermonument waar ik jullie nu voor sta. En dat is opgericht ter nagedachtenis van Gibson en Wallace. En ik vind dat ook, dat jullie best trots op jullie zelf mogen zijn. Trots op jullie school, op jullie klas, op jullie klasgenoten, op de juffrouw, op de meneer, dat we hier met z'n allen elk jaar weer aandacht aan besteden en dat jullie dit monument geadopteerd hebben. Good afternoon, everybody. From the schools, you will see that our group, we hope you enjoyed the educational program of the Gambusters, yes? Thank you well. To the mayor of Steenbergen, this is our second visit. Die door het oorlogsgeweld en door het verzet zijn omgekomen. Jullie kwamen om. Toen kwamen jullie zonder bom. Toen gingen ze een einde aan jullie leven maken. Iedereen probeerde jullie te raken. Jullie vochten voor het leven. En de oorlog wilde iedereen jullie iets geven. Hier in het park geven we jullie bloemen. Superveel. Niet op te noemen. 9 september. Steenbergen is beschadigd door de oorlog. De kerk is verwoest. Families zijn uit elkaar. Alles moest weer gebouwd worden. Er zijn veel slachtoffers, mensen, dieren en vijanden. En al met z'n tweeën sloegen jullie de wereld rond tegen de Duitsers met wind in de rug vlogen jullie naar Steenbergen, we denken jullie. Geachte Gibson en Wardy, wij vonden wel dapper dat jullie waren strijden in de oorlog. Daarom schrijven we dit gedicht. Jullie vlogen over ons land
onverlicht. Jullie leverden ons een zware tijd. Maar nu zijn we jullie voor altijd kwijt. Daarom hebben we hier een monument, zodat iedereen in 2017 jullie ook nog kent. Lief, Zoe en Taylor, uit groep 8B. Gibson en Warwick, in de tranen gedronken. Jullie hebben het leven voor ons gegeven en wij willen het in zin vertellen. Hoop dat jullie het kunnen horen. We wisten niet van tevoren dat jullie in het park op het industrieterrein zijn gestorven. Vanuit Engeland over de Noordzee kwamen jullie met de wind mee. Samen gestorven en in het graf onder het zand bedorven. Nu ligt je in het graf in vrede met rustelijke nog in jullie gebeden. Is het lastig te bevatten dat 73 jaar geleden op de plek waar ik nu zit, mensen stierven voor mijn vrede. Mensen stierven voor mijn vrijheid en wat raar om te bedenken. Dat er op dit moment op deze aarde er nog steeds mensen sterven. Voor de vrede en de vrijheid voor een meisje net als ik. Dat zij later, net als ik, over 73 jaar mag klagen over school en huiswerk. In plaats van bang te zijn voor bommen en de dood. We vlogen heel ver boven ons. Jij Gibson als piloot en de Warwick als zijn neef. Het ging ons helpen en we hadden veel geduld. 5 jaar lang waren we niet vrij, maar nu staan we hier bij de propellers en zijn we best wel blij. Nu kunnen we spelen en lachen met elkaar. Maar toen was het anders en vonden ze dat heel raar. We hebben geluk dat we hier zijn. We voelen ons nu ook heel erg fijn. Vroeger kwam het dollen en het feesten. Het was de tijd heel anders en vele mensen met verdriet. Alle mensen moesten strijden, ook al wouden ze dat niet. De mensen en de dieren werden doodgeschoten. Maar op een dag gaven de Duitsers zich over. Maar toch vele mensen met verdriet. En toch waren ze heel blij omdat de Duitsers weg waren. En toen was de wereldoorlog voorbij, net zoals dit gedicht van mij. Ook de leden van Route 617 komen erbij. En dan wil ik vragen om de krans, het bloemstuk, neer te leggen. Op het moment dat beide bloemstukken neergelegd zijn, gaan we 2 minuten stilte met elkaar. Mag ik een klein vraagje aan jullie stellen? Jullie gaan vandaag een bloemetje leggen. Bij wie? Bij Kurt Jansen en... James Warwick. Nou, in ieder geval bedankt. En jullie vinden het leuk? Ja. Oké. Okay. En jullie? Jullie gaan vandaag ook een bloemetje leggen? Ja. Vinden jullie het leuk? Ja. En jullie? Vinden jullie het leuk vandaag? Ja. Abonneer op Altijd Harry NL. U vindt het een zinvol dagje? Ja. Wie hebben we ons genoegen? Ja, Sandra Kamphorst. Dan wens ik u het beste. En bedankt. Hoe was de dag? It was fine. Absolutely. The children were brilliant. It was good to see the mayor there and invite us back. So we hope there may be some help there in the future. Who knows? You have ook see burgemeester Ruud van der Belt. You have seen him? Yes. Mayor. Yes. It was very nice to see him and to invite us back. So we hope we can come back next year and make it a better service than what it has been today. Thank you. Thank you. Thank you.